De regering heeft een sociaal-economisch pakket samengesteld in verband met de COVID-19-crisis. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteren dit pakket gepresenteerd op de reguliere persconferentie van de overheid. Er is een COVID-fonds van 400 miljoen SRD, welke goedgekeurd is door de Nationale Assemblée. Dit fonds zal het fundament zijn voor herstel. Hoefdraad zegt dat deze besluiten samen met de ministers van Arbeid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn genomen. De algemene kinderbijslag zal naast de normale uitkering 1000 SRD per huishouden krijgen. AOV, de mensen die de 525 krijgen, die zullen additioneel 525 krijgen. Dit zal natuurlijk worden geëvalueerd. De discussie is gaande van waar zetten wij de grens, omdat er toch wel AOV'ers nog in het arbeidsproces zitten of in een betere positie. We gaan moeten gaan naar een target waarbij we dus de mensen die echt de AOV nodig hebben, die toch wel gericht de steun geven. We denken ook aan de gepensioneerden. Naast de pensioenen zal er een additionele een lump sum van 500 SRD worden uitgekeerd. De mensen met een beperking, die op dit moment op 325 staan, daar zal de regering optrekken naar 1000 SRD per maand. De zwakke huishoudens, die zullen worden opgetrokken van 37 SRD naar 250 SRD. En een nieuw component dat bij komt kijken, de werklozen vanwege COVID. We hebben een heel veel discussies hierover gehad, van hoe ga je het precies targeten. Dat je niet plotseling tientallen duizenden op je af hebt die zeggen van we zijn werkloos. Maar tastbaar kunnen aangeven dat werkloos vanwege COVID, die zullen dan 1500 SRD per maand ontvangen. Hoefdraad zei verder dat in het COVID-fonds er 50 miljoen SRD is uitgetrokken voor medische steun. Dit zal aangevuld worden met een pakket uit het buitenland. Dat houdt het in, natuurlijk de directe aanpak van het COVID-medical team, maar ook natuurlijk de weerbaarheid vergroten van onze ziekenhuizen, onze polies, ons ziekenfonds en waar nodig de verdere upgrading van onze ziekenhuizen. Dat zal een zeer positief effect hebben, zeer zeker naar de mens, de Surinaamse mens, weerbaarder maken voor welke ziektes of welke epidemieën ook die zouden mogen uitbreken. Dat was minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie. De samenleving zal deze steun over een periode van 6 maanden ontvangen.